Hallo vissen, je sterrenbeeldhoroscoop voor de aankomende 2 weken, zeg ik. Maar wanneer jij mij tegenkomt, is deze reading voor jou. Nou, als je wil weten waarom ik lang weg ben gebleven of hoe dit allemaal gaat gaan, moet je even naar de mededelingvideo kijken, daar vertel ik er meer over. Want ik ga gelijk naar je kaarten. Het is zo, ik trek een orakelkaart voor je, een tarotkaart en een liefdesorakelkaart. En ik heb opgeschreven. En dan geef ik je een boodschap mee voor dat moment dat je me tegenkomt. Want er is geen tijd, want ik geloof niet in tijd. Met de tijd kom je me tegen. En dan is die reading dan gewoon voor jou. En dan valt het precies op het moment dat je het nodig hebt om ook de boodschap te horen. Goed, de onderste kaarten. Hier zegt, geluk zit op je te wachten. Dus je looks like me. Ik ben even Avro. Supermooie orakelkaarten. Daar ga ik later meer over vertellen. Ooit meer. De tarot zegt, illusie vast te zitten is ego. En de liefde zegt, open de hart om beter te voelen. De boodschap die ik voor jou heb hier is, je moet niet bang zijn om hulp te vragen. Vooral als het om economische zaken gaat. Geldzaken. Dat is wat ik doorkrijg. Je moet hulp vragen van iemand die jij vertrouwt. Het is echt ook nodig dat je met een gesprek gaat, zoals ik al net zei, met een vertrouwd iemand. En ook de rekenmachine bij te pakken. Want misschien heb je een stapel post of een stapel papierwerk. En daar heb je hulp bij nodig. En het kan ook om financiën gaan, maar ook om documenten, ook om wat anders. Het kan ook dat je rekeningen moet betalen of papieren moet ordenen of de kast, de papierkast moet ordenen of papier moet weggooien. Je oude brieven waar je niks aan hebt, moet allemaal opgelost worden, want dingen gaan niet vanzelf. Niet voor vluchten voor financiële dingen. Het kan ook dat je juist goed in de financiën zit en daardoor vertrouw je er ook nu niemand. Kan ook. Je weet waar je zelf staat. Maar jij moet dingen oppakken die zich voorspelen. En dat kan met geldzaken te maken hebben. Want ze gaan niet vanzelf weg. En je hebt hulp daarbij nodig. Al is het erover praten. Van joh, ik heb extra geld. Maar ik voel me raar sinds ik het heb. Omdat ik lang geen geld heb gehad. Dat is een voorbeeld die nu komt. Maar de boodschap die ik je meegeef is echt niet bang zijn om hulp te vragen van iemand die je echt vertrouwt. Zoals ook al in de maagdreading zei. Zorg dat het wel iemand zei die jij vertrouwt, want jij weet niet wie andere mensen vertrouwen. En misschien is dat ook de les. En in de liefde om je hart te kunnen openen, komt heel veel terug in deze reading. Is, je wil lichter leven. We zitten in de herfst, we gaan de winter in. Om een lichter hart te hebben, is het om te openen. Want er is een tasje, een emotionele bagage nog. Misschien van het verleden of dat het heeft met de centjes te maken. En iets toxisch, het kan ook alcohol zijn als ik het flesje zie. En de tarot zegt, ja, een illusie vast te zitten. Nee, als je het alleen wil oplossen, gaat niet. Je moet hulp vragen. Want zie je? Je bent ondersteboven ervan, want de koningin van water is hier ook. Ja, je bent heel intuïtief, maar je bent ondersteboven. En dat brengt je veel meer naar je hoofd. En vanuit je hoofd kun je niet altijd dingen oplossen, want je bent de hoge priesteres. Je moet gaan voelen. Want je bent tegenstrijdig bezig. In je hoofd. Zo zeggen mijn kaarten. Nou, balans vinden in money geven en ontvangen. Misschien heb je te veel weggegeven. En ben je daarvoor van geschrokken. Heel veel geld aan iemand gegeven of met iemand gedeeld en eindstand. Of iemand heeft veel geld en die deelt het niet met jou. Kan ook en daar ben je ook van geschrokken. Maar geld komt eraan. Er is nieuwe kans op carrièregebied. In ieder geval schulden aflossen zit er ook hierin. Maar dat ga je pas kunnen doen wanneer je rustig bent en hulp vraagt, want soms zijn mensen deskundig in dingen oplossen, vooral als het om financiële en economie gaat. Maar het is heel belangrijk voor jou dat, kijk, as van water, dat je emotioneel stabiel bent.
niet het ene zeggen en de andere doen, maar dat is vissen. Twee kanten. Hop, dat zeg je. En dan ga je de andere kant op. En mijn nieuwe huis. Misschien is dat ook. Verhuizing brengt ook onrust. Of je wil een nieuw huis. Nieuwe plek. Nieuwe carrière. Verliefdheid. Maar je moet verliefd worden op jezelf. Of in je relatie worden jullie weer verliefd op elkaar. Want doordat misschien je hart was bezwaard. Je durft geen hulp te vragen. En nu is dat de tijd om echt dat te doen. Om die stapel brieven samen met iemand te gaan bekijken. Want er is een conflict geweest van iemand waar je heel veel van houdt. En die wordt dan opgelost als je dat ook benoemt. Want misschien weet degene het. Dat je daarin zit. In het schulden willen oplossen. Degene waar je van houdt. Die heeft het door. En dat brengt onrust. Want de geluk zit je achterna. Het kan ook, zoals ik zeg, dat je veel hebt meegemaakt. Dat je juist veel hebt binnen laten stromen. Maar nu weet je niet verder. Moet je dat ook budgetteren. Kan ook dat je ineens money binnenkrijgt. Of een gift. Of een cadeautje. Of dat iemand je geld hebt gegeven. Of dat andersom. Je weet zelf waar je staat. En emotioneel heeft het wat met je gedaan. En dat moet je gaan oplossen. En eerst in balans komen voordat je de volgende stap neemt. Maar wel met hulp. En je zit in de spirituele groei voor een sterkere intuïtie. Want dat is de deal. Want je bent vissen. Dat is de deal. En zolang je dat niet doet, wordt het moeilijk. Want, kijk eens, geloven, daar begin je mee. En kijk eens nog een keer. Geven, ontvangen. Of je hebt te veel gegeven. Of te veel ontvangen. Kan. Want je moet daar de balans in vinden. En je moet gaan voelen. Kijk. Prachtige kaart, hè? Keer op keer. Maar je moet gaan geloven. Je moet gaan voelen met wie je ook deelt. Als je veel hebt. En als je weinig hebt. Je moet naar je hoge zelf. Je moet gaan geloven. Iets met je huis, dat zeg ik. Dat je binnenkomt, misschien stapel brieven voor je neus en je pakt het niet op. En daar zit misschien ook de geluk in. Maar je moet het met een lichte hart kijken. Niet al bang zijn. De geluk is hier. Of die idee die je hebt, gaat je daar brengen. Met het financiële zorgen. Er is een financiële zorg hier. Maar die idee gaat je daar brengen. Maar eerst de masker, dat zeg ik, de ego en de masker komt hieruit. Je moet wel in waarheid naar jezelf kijken. Want de vissen is ook het teken van de illusies. Niet mooier maken of romantiseren, hè, jongens. Vergeef jezelf ook als je dat hebt gedaan. Je maakt iets mooiers terwijl het zich opstapelt. Het kan ook in wat anders zijn, hè. Het hoeft niet per se in geld, alleen maar omdat ik zie geld, geld. Zes van aarde. De stier is ook hier. Is ook van geld. Dat is zes van pentakels. Hoge zelf komt weer eruit. Een nieuw begin in emotie. Door te gaan leren vertrouwen dat je mensen kan vertrouwen. Want als jij zelf wantrouwig bent of argwanend. Mensen, we zijn allemaal gegroeid tegenwoordig. Hè? Iedereen weet het, voelt het, ziet het. En als je dan gaat voordoen of anders voordoen, we know. Of nou weet je dat anderen het weten en dat brengt je uit balans. Maar kom in balans, want er is geld onderweg op het moment dat jij je idee uitwerkt. En gaat geloven in jouw hoge zelf, in de hoge priesteres of de priester in jou. En dan kom je in balans en dan wordt je hart weer lichter. Maar de masker moet af. Zodat liefde binnen kan komen. Ergens heb je je afgesloten. Afgeschermd van de wereld. Het betekent niet dat één persoon onhandig was, dat het rest het ook is. En het lijkt alsof je dat wil maken, maar het heeft te maken met je emotionele bagage. En soms heb je gedronken of was je dronken, terwijl ik altijd tegen vissen zeg, drink, neem een drankje, eentje. Dan voel je een beetje die En dan kom je bij de intuïtie, want jullie voelen zoveel op een dag, zien zoveel. Maar de kunst is om dat te kunnen onderscheiden. Is het een spiegel? Ben jij het? Die jij dan denkt dat het de ander het is? Als je bij je hoge zelf komt, dan heb je het meteen door.
Dan hoef je ook niet te wieken en wegen, ben ik het of de ander. Iets met geldzaken kan ook met de ander te maken. Dat iets met geld tussen jou en een persoon waar je van houdt of je geliefde, dat daar conflicten komt. Omdat je niet de waarheid erover hebt verteld of je denkt dat je het niet kan vertellen. Ik hoor ook schaamte in mijn hoofd. Misschien schaam je ook zelfs dat je te veel hebt. Kan niet, hè? Te veel? Nooit. Is nooit te veel. Is genoeg. Al heb ik 3 tonnen ontvangen. Is niet te veel. Voel je niet schuldig erover. En omarm het en deel het met de juiste mensen. Misschien is dat ook wat je aan het overwegen bent. Met wie zal ik het delen na zo'n mooie bedrag? Je mag altijd doneren. Begin alvast bij mannen dan. Doneren. Ja, zo'n grapje, maar dat ook weer waar. Ja, nieuwe kans op carrière. Kom in balans. Reis vanuit je hoge zelf, want je bent de hoge priester of hoge priesteres. Open je hart. Laat de emotionele bagage los vanuit het verleden. Vanuit een persoon of een groepje. En ga naar voren. Je zit niet vast. Het is een illusie. En maak soms de situatie niet mooier dan het is. Want dan kom je daar ook tegenaan. Maar vraag om hulp. Heel belangrijk. Geloof, want die idee brengt rust. Oké, er is een nieuw begin in money op het moment dat je hulp vraagt. Kus, tot snel. Vergeet de mededeling video niet. Ga hem checken. Oké, bye bye, tot over 2 weken. Doei.